Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Op woensdag 3 april werd aan de hoek Schoolstraat en Spoorstraat in Mil een winterlinde geplant. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan een wens van de gemeenteraad van de gemeente Mil in Sint-Hubert om bomen te planten die in de toekomst uit kunnen groeien tot monumentale bomen. Het plan om dit soort toekomstige monumentale bomen te planten komt uit de koker van politieke vereniging Algemeen Belang 90. Zij diende tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017 een motie in en deze kon rekenen op een brede steun van de gemeenteraad. Inwoners kunnen bij de gemeente Mil en Sint-Hubert locaties aanmelden waar men graag een dergelijke monumentale boom zou zien. Ondertussen zijn er al heel wat locaties aangemeld, maar ook uw favoriete locatie is nog steeds welkom. Wilt u een locatie doorgeven? Neem dan contact op met de gemeente Mil en Sint-Hubert. Kees, handje. Goeie suggestie, jongen. Voor een toekomstige monumentale boom. Toekomst zal mezelf gaan vertellen. Ja. Ja, 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 ja.